Als u hier nu weer staat, waar denkt u dan aan? Ja, ik denk aan die slachtoffers, vooral degenen die ik persoonlijk kende. Zoals de kinderen van mijn goede vriend. Dit jaar, 30 jaar geleden, stort een Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neer op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg, midden in de Bijlmer. Heb je hem gezien? Eén grote rookwolk over de stad. Jezus. Bij de ramp komen 43 mensen om het leven. Het zorgt voor veel verdriet, maar ook voor veel onbeantwoorde vragen. Bafi Owusu Setchere ondersteunde als vrijwilliger bij Stichting Sikaman de Ghanese overlevenden. Hij snelde zich op de avond van de ramp naar het Bijlmer Sportcentrum, dat dan opvang biedt aan mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Wat trof u aan in die sporthal? In de vraag, veel mensen en mensen in trauma. En, ja, die wisten niet wat sommige mensen konden zelfs ook niet praten. Omdat het was heel traumatisch. Sommige mensen hebben gezien dat die vliegtuig die zo laag vloog. En zag het eigenlijk die flat hier doorboren. Heel traumatisch voor ja, die mensen. Ja, heel traumatisch. De dagen erna begint hij met het registreren van slachtoffers en vermisten. Lang blijft onduidelijk wie zich tijdens de ramp precies in de flat bevonden. Omdat een deel van de bewoners niet bekend was bij de instanties. Het was zo vreselijk dat daar journalisten, zoals uw collega's en ook de politie, ze kwamen bij ons. Ze wisten dat wij waren aan het registreren. Hoeveel illegalen zijn na dood? Hoeveel illegalen zijn slachtoffer? En dan zeiden we, nou, wij praten over mensen, over levens. Is er een verschil tussen het leven van gedocumenteerd en ongedocumenteerd? Dus ja, dat is onmenselijk. Sommige omgekomen slachtoffers hebben geen familie in Nederland en moeten via in Ghana worden opgespoord. Een moeilijke en tijdrovende klus, zonder internet of mobiele telefoons. Als de nabestaanden worden gevonden, helpt Bafi hen naar Nederland te komen om de begrafenis te regelen. Of in sommige gevallen om het slachtoffer te identificeren. Die familie moest uit Ghana komen voor DNA toen die tijd. Om eigenlijk die stukken, vlees, om bot te zijn, te gaan eigenlijk identificeren en verzamelen als die resten van hun dierbaar om te begraven. Het is eigenlijk niet makkelijk. Tot 10 jaar na de ramp biedt Bafi hulp aan slachtoffers die met psychische problemen kampen. Of die hun huis kwijt zijn en tegen de bureaucratie aanlopen. Hoe kijkt u terug op de ramp? Ja, ik zie het als een. Als vreselijk. En ik denk, wij moeten verder gaan met ons leven. Maar die monument eigenlijk moet blijven en doorgroeien. Zodat het zou niet verdwijnen.